continu met steeds hogere inzetten spelen. Ja, tot ik op het einde van de avond ineens keek, hey, er is gewoon 30.000 euro weg. Toen ik diep in mijn gokverslaving zat, balanceerde ik telkens op het randje. Ik boekte mijn zorgverzekering terug, ik maakte tikkies niet over en ik had bijna nooit veel geld op mijn rekening. Ik weet nog goed dat ik een creditcard had aangevraagd voor een roadtrip met een groepje vrienden. Opeens had ik in één klap geld ter beschikking. Ik had 1.000 euro op die creditcard en, naar mijn idee, kon dat zomaar 2.000 euro worden. Met een kloppend hart ging ik naar het casino. Binnen een paar uur was de volle 1.000 euro weg. Ik heb toen geld van mijn ouders moeten lenen om die roadtrip nog enigszins te kunnen betalen. Maar ook dat vergokte ik die vakantie weer. En dat is alleen maar één van de vele voorbeelden. Wat zijn nou precies die gevolgen van een gokverslaving? Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Dit is Verslaafd aan Verliezen. Het is de droom van iedere gokker. Het winnen van die ene jackpot, die grote klapper. Maar wat als je als gokker dan ook echt een keer die jackpot wint? Is het dan een vloek of een zegen? Het overkwam probleemgokker Nando. Ik zoek hem op in het café waar hij voor het eerst achter een gokautomaat kroop. Nando, hier is het mee begonnen. Hier is het wel mee begonnen, ja. Met de gokkasten. Hoeveel heb je hier ingestopt, denk je? Tussen de 1000 en 2000 euro is maar. Ja. Alleen al in zo'n kleine kast? Ja. Hoe zag zo'n avond eruit als je hier aan het gokken was? Eigenlijk eenzaam, want mijn vrienden die waren ook gewoon mee uit en die stonden vaak hier gewoon midden in de zaal, weet je, het was helemaal vol. En ik vond het dan gewoon ook gewoon heel leuk, of eigenlijk leuk. Ik zat dan gewoon heel lang in mijn eentje, kon ik hier op de gokkast zitten urenlang. En soms won je wat, vaker verloor je wat en dan ging je weer bijpinnen. Maar ik kon hier gewoon rustig de hele avond zitten, zonder maar één keer op te staan en me in het uitgaanspubliek te begeven. Maar dan waren al je vrienden aan het dansen en dan zat jij achter dit ding? Ja hoor, ja. Dat zat er al vanaf best wel vroeg in, zeg maar. Dat ik merkte van, hé, ik probeer niet één keer, maar ik ga gewoon de hele avond hier zitten, weet je wel. Wat zeiden je vrienden? Ja, gezellig man, dat je daar zit de hele avond. Ja, jij zei gewoon, ik hou niet van dansen, ik zit liever hier. Ik kom zo of zo, heb ik ook wel heel vaak gezegd. En zo zag het er eigenlijk uit en dan kon ik rustig tot een uur of half vier, wanneer het dicht ging zitten. En gewoon door gokken. Wanneer werd gokken voor jou echt problematisch? Dat was toen ik 20 was en dat ik echt online begon te gokken. Dat ik daar echt mezelf in kon verliezen. Ik was heel veel bezig met gokken, van hoe kan ik de beste gok wagen? Want ik dacht echt nog dat ik daar een soort van tactieken over kon bedenken. Ja. Maar ook was ik gewoon continu bezig met het gokken zelf. Weet je? Als ik op het werk was of ik was met vrienden, zat ik altijd in mijn hoofd bezig van ik heb zometeen eigenlijk wel weer zin om even te gokken. En toen dacht ik van dit gaat eigenlijk wel de verkeerde kant op. Want hoe zag het er toen uit, toen je ook online aan het gokken was? Nou, toen was sowieso de sociale controle was al weg. Want niemand die eigenlijk op je let. En in de kroeg heb je nog dat mensen toch een oogje in het zeil kunnen houden of je kunnen aanspreken. En met de dag ging dat steeds meer qua geld. En dus ook de hele dag door? Ja, de hele dag door eigenlijk, 24-7. Want ik sliep in die tijd heel weinig of niet. Om maar te kunnen gokken. Op een gegeven moment gaat het ook niet meer over winnen en verliezen. Maar het gaat me puur om mezelf helemaal te kunnen verliezen in die gokwereld. Oh, net niet. Verkeerde. Je was op een gegeven moment dus veel aan het gokken. Ja. Er is natuurlijk één grote droom voor alle gokkers. Ja. En dat is één keer een ontzettende smak geld winnen. Ja. En dat heb jij meegemaakt. Ja, klopt. Ja. Dat was toen ik 18 was. Toen heb ik voor het eerst in een loterij een lot gekocht, zeg maar. Dus ook gaan gokken om veel geld te kunnen winnen. En dat was toen eigenlijk meteen de eerste keer raak. En toen ben ik meteen naar mijn ouders gegaan beneden, die het vertelt, zeg maar. Ja, voor mij heb ik best wel. Ik heb geld gewoon in de loterij, weet je wel. En hun zei iets van, het zal niet zoveel zijn. Ik zei, kijk maar, voor mij is dit het. Hoeveel was het? Ja, weet je, dat is niet zo belangrijk. En dat vind ik ook. Ja, dat is best belangrijk. Zeker, voor mij was het wel belangrijk, maar dat ga ik niet. Dat hoeven zij niet te weten. Nee. Laat ik het zo stellen, wat heb je met het geld gedaan? Nou, goed bewaard op mijn rekening. En ik heb wel een autootje gekocht. Een jaar later ben ik
uit huis gegaan. Hier in Enkhuizen, dus op mezelf gaan wonen. Een huis gekocht. Met dat geld? Ja, en dat werd gewoon iets makkelijker allemaal. Was het winnen van die loterij achteraf denk je een vloek of een zegen? Ik denk beide. Kijk, ik heb er ook heel veel leuke dingen mee kunnen doen. Maar ik denk ook wel weer een vloek, want ik weet nog wel, vanaf dat eigenlijk toen ik het net woonde, dacht ik van, ik vraag me af of dit wel in goede handen is. Ik was heel impulsief, heel onvolwassen nog, helemaal geen verantwoordelijkheidsgevoel. En ik had helemaal geen plan of zo voor de rest mee, weet je. Nee. Ik denk, lang leven de lol. Feesten, gekkigheid en gokken. Ja, want je ging ook meer gokken daarna. Ja, nou, toen ik een huis kocht en op mezelf ging wonen, vanaf dat moment ging het wel echt heel hard achteruit online, zeg maar. En ik had nog wel in die tijd werk, dus dat was ook wel een andere uitweg nog. Maar ook op mijn werk, ja, kon je heel simpel gewoon op je telefoon gokken zonder dat iemand dat door had. En zo vulde ik eigenlijk mijn dagen. En een combinatie dan ook met drugs, waar ik ook verslaafd aan ben geweest. Ja, en dat versterkte elkaar heel erg, waardoor het gokken eigenlijk binnen no time, ja, van kwaad tot erger ging. En dat het echt om grote bedragen ging. En dat echt mijn hele leven ervan afhing. Is er één dieptepunt geweest in die tijd wat je nog heel goed kan herinneren? Ja, ik weet nog precies hoe dat ging. Ik zat thuis en ik gebruik dus ook drugs. Ik ben naar de dealer gegaan, met drugs gehaald. En daarna heb ik dat geld, heb ik heel veel geld gestort op een goksite. Continu, met steeds hogere inzetten spelen. Ja, tot ik op het einde van de avond ineens keek, hey, er is gewoon 30.000 euro weg. En dat was niet ineens binnen een hele lange tijd, dat was gewoon echt binnen een uur, anderhalf uur. En toen voelde ik me wel gewoon heel slecht. Van, ja, wat ben ik in godsnaam aan het doen? En waar ben ik in beland? 30.000 euro? Ja. Ja, fuck man. Ja, dat is behoorlijk. En dat was ook niet de enige keer, weet je. Dat kwam al vaker voor. Dat ik gewoon met heel veel geld verspeelde in een hele korte tijd. Dus ja, dat was gewoon een heel naar moment, een heel naar gevoel. Ja. Mijn gokverslaving was mijn geheim, mijn schuld en mijn probleem. Alleen door de bodem te raken, kon ik stoppen met gokken. Ik weet het nog goed. Het was een maandag en ik had schulden op allerlei plekken. En die dag ervoor toevallig een kleine 500 euro gewonnen. Althans, dat voelde toen klein. En die maandag vergokte ik alles. Het sloeg in als een bom. Ik schaamde me zo erg en ik was zo boos op mezelf dat ik dacht, als het zo blijft doorgaan, dan hoeft het voor mij niet meer. En die gedachte, dat als ik er niet meer was, dat misschien een oplossing was voor mijn probleem, die maakte me doodsbang. Ik ging op zoek naar hulp en kwam op een site waarop ik anoniem met iemand kon bellen. Ik kreeg een vrouw aan de lijn en ik begon meteen te huilen. Loket Kansspel is dé plek waar mensen 24/7 terecht kunnen als ze hulp nodig hebben. Voor hunzelf of hun omgeving. Jelle was zelf 12 jaar lang gokverslaafd en werkt hier sinds kort om gokkers op hun meest wanhopige momenten bij te staan. Jelle krijgt hier samen met zijn collega's dagelijks belletjes binnen van gokkers die in de problemen zitten. Voor sommigen is dat echt hun laatste redmiddel. Jelle, hoe vaak worden jullie hier gebeld op een dag? Over de 24 uur, 30 à 40 contactmomenten op een dag. We zijn 24/7 beschikbaar. Wat voor mensen bellen jullie? Dat zijn mensen die net klaar zijn met gokken of hebben toegezegd in hun hoofd, ik ga gokken. Dus die hoog in hun emotie zitten, paniek ervaren omdat ze niet meer kunnen gokken. En ook weten dat ze hulp nodig hebben. Maar dat zijn ook mensen die bijvoorbeeld partner zijn van iemand die gokt. En radeloos is, machteloos staat naast zijn of haar partner. Maar doorgaans, gemiddeld, is het grootste percentage is toch man. En de leeftijd is gemiddeld zo tussen de 20 en de 40 jaar. Ik wil met mijn leven stoppen omdat ik deze schulden niet kan betalen. Ik baal op dit moment gewoon ontzettend dat ik in een complete waan al mijn geld heb vergokt. Wat doen jullie als iemand jullie opbelt? Ik laat jou je verhaal vertellen. Ja. Dus in eerste instantie ben ik een luisterend oor. Ja. En wil ik graag horen inderdaad waar ik jou mee kan helpen. Laat ik even je stoom afblazen. Zeker wanneer je hoog in die emotie zit, kun je gewoon even lekker
alles eruit gooien. En dat is natuurlijk vaak iets wat niet gedaan wordt door iemand die gokverslaafd is. Want vaak niemand weet ervan. Vanaf een uur of vier is hij op zijn werk gaan gokken tot ongeveer een uur of zes. En hij is 3000 euro in die tijd kwijtgeraakt. Hij zegt dat hij niet meer wil en hij wil dood. En ik ben echt heel erg in paniek geraakt. Is er één gesprek van al die gesprekken die je voert die nog steeds in je hoofd rondspookt? Jazeker. Dat is een gesprek geweest met de ouders van iemand die gokt. Zij belden omdat zij zien dat hun kind aan het afglijden is door steeds vaker te gokken, steeds meer te gokken. Gezien mijn eigen verleden weet ik ook, die ouders die bellen vanuit liefde voor hun kind. En toch zien ze dat hij of zij afglijdt en daar geen invloed op kunnen uitoefenen. Dat komt dan wel weer even binnen. Je kwam jezelf even tegen tijdens het gesprek. Ja, zeker. Ja. Als je diep in een gokverslaving zit, weet bijna niemand van je problemen. Mijn angst en schaamte die werkten als een neerwaartse spiraal. Ik ging er alleen maar meer door gokken, om mijn gevoelens maar te verdoven. Maar er komt een moment dat je het moet opbiechten. Dat jouw leugens en jouw problemen ook andermans problemen worden. Dat gold ook voor Nando. Hallo. Hallo. Papa, mam. Max. Hi, Ingrid. Hi. Hallo. Hey. Hi. Max. Wat een heerlijke tuin hebben jullie. Wel, hè? Ja. We gaan lekker barbecuen. Ja. Jongens, smakelijk. Eet smakelijk. Wat was het moment dat jullie achter Nanda's verslaving kwamen? Ik had al wel een tijdje het gevoel dat er wat was. Maar ik kon er absoluut geen vinger achter leggen. Totdat op een avond was ik hierboven. Het was 9:30, 9:15 denk ik. En toen hoorde ik op een gegeven moment mam. Nando kwam helemaal niet veel meer thuis. Dus ik had zoiets van, oké, nog een keer mam. Toen ben ik naar beneden gegaan. En stond Nando inderdaad hier in de gang, in de kamer. Nou ja, toen heeft hij het een en ander uit de doeken gedaan wat er aan de hand was. Wat vertelde die? Nou ja, over zijn verslavingen. Sowieso, de gokverslaving. En nou, dat hij ook helemaal geen geld meer had. Hij zat echt helemaal op de bodem, had helemaal niks meer. Kon ook niks meer betalen. Hadden jullie dan echt totaal geen vermoeden? Niet op deze manier, dat het zo erg op dat moment al was. We hadden wel een gevoel van, er is iets niet helemaal goed. Maar eigenlijk verbaasde me het ook niet. Hij was al heel jong, heel gek van spelletjes. Alles moest altijd met geld. Nou ja, toen had hij op een gegeven moment prijsje gewonnen in die staatsloterij natuurlijk. Nou, daar was hij heel blij mee. Maar het eerste wat hij zei, dat hij gelezen had, dat iemand in Engeland had er twee keer achter elkaar gewonnen. Toch? Ja. Ja. Wat heb je gedaan nadat je dat opgebiecht? Ja, ik ben naar de pinautomaat gegaan met mijn moeder. Omdat ik nog een schuld had die ik eigenlijk die avond moest aflossen bij een dealer. Dus dat hebben we toen opgelost, dus net een uur geleden eigenlijk alles opgebiecht. Dus helemaal in paniek of tranen. En een uur later was eigenlijk alles weer vergeten. En wat was je toen aan het doen? Gewoon weer aan het gokken online. En gewoon weer opnieuw in de problemen komen. En eigenlijk weer de hele avond door en dagen door. En zo begon eigenlijk het riedeltje weer opnieuw. Nog een hele tijd. En wisten jullie ook dat het toen meteen weer misging? Nee. Nee. Nee, maar weet je, mensen die verslaafd zijn, die kunnen het beste liegen. Dat zit gewoon in de mens dan. Nee, 4-5 dagen later kwam hij weer, maar had hij weer schulden. Toen had ik op een gegeven moment wel zoiets van, ik wil eerst eens weten hoeveel schulden jij werkelijk hebt. En gewoon eerlijk, want dan kan je vooruit. Nou, dat was een hele lijst, een heel groot bedrag. Waar hebben we het over? Was iets van 30.000, 35.000 euro, denk ik. Dat was toen? Helemaal in het begin. Oh, in het begin, ja. Toen hebben we ook de beslissing genomen om zijn huis te gaan verkopen. En dan kon hij daarmee in ieder geval al zijn schulden gaan betalen. Ja. Want dat was natuurlijk wel het voordeel in deze, dat hij toch op die manier eigen geld had. Want anders hadden wij de pineut geweest. Alleen op een gegeven moment, dan kreeg ik stapels post binnen. Van aanmaningen en ellende, van ook gewoon weer duizenden euro's. Ja, op een gegeven moment raak je er wel mee aan. Ja. Wat merkte jij aan zijn verslaving toen hij bij jullie woonde?
Ja, Nanda was zich, ja, je kind, ik noem het toch even mijn kind, ondanks dat hij volwassen is, is niet helemaal meer zoals hij was. Is niet zichzelf meer. Hij is natuurlijk alleen bezig met zijn verslaving. En als ouder zijnde is dat natuurlijk heel lastig om daarmee om te gaan. Je weet ook niet wat je moet doen. Je probeert natuurlijk van alles. Je probeert hem aandacht te geven. Op een vriendelijke manier natuurlijk gedaan. We zijn natuurlijk ook wel eens boos geweest. Omdat is ook meer dat heeft meer te maken met frustratie van jezelf. Omdat je hem niet kan bereiken, niet kan helpen. Dus het is gewoon een heel energievretend proces geweest. Ja, weet je, het grootste dieptepunt was eigenlijk... toen ging het al een hele tijd echt niet goed meer. Maar dat wij op een gegeven moment, wij waren aan het beeldbellen. Onze kleindochter werd 1 jaar. En wij hingen op en hij komt beneden. Nou, het was alleen maar huilen, huilen, huilen. En hij zegt, er is iets heel ergs gebeurd. Nou, toen wist ik eigenlijk wel gelijk, je bent je baan kwijt. Ja. Want ja, iets anders kon ik niet verzinnen. En dat, ja, toen hadden we echt zoiets van, oké, we zijn nu heel ver heen. Hoe gaan we nu verder? Waarom was je ontslagen? Ja, ik had gefraudeerd, zeg maar, met, ja... hoe noem je dat? Telefoonkaart of pc-kaart, dat zijn van die internettegoeden. Ja. En daardoor was ik op staande voet ontslagen die woensdag. Ja. Hoe was het voor jou, Perry? Poeh, nou, alsof de wereld onder je voeten vandaan viel. Nanda was altijd helemaal doorheen, die zag het leven niet meer zitten. Was hier in huis en ik denk, ik blijf met thuis. Ik heb 2 weken apathisch hier in het Serre gezeten de hele dag. Het verslagen, ik wist niet wat ik moest doen, want ik wist niet wat ik moest zeggen, ik wist het niet meer. Het zit je nog hoog? Ja, ik heb het ook een beetje weggestopt. We hebben op onze manier echt van alles geprobeerd, maar het werd alleen maar, nam nog steeds verder af. Gokken raakte op een gegeven moment niet alleen maar mezelf, maar ook mijn omgeving. Vrienden moesten dingen voor me voorschieten, ik kon soms niet mee met leuke evenementen en ik werd er überhaupt geheimzinniger van. Mijn ouders zagen ook dat ik helemaal in de ban was van het spelletje en steeds meer begon uit te geven. Het voelt nog steeds slecht dat zij mij jarenlang 200 euro per maand gaven voor mijn studie en ik zelf maandelijks 500 euro erdoorheen jaste. En als ze er wat van zeiden, dan werd ik alleen maar boos en zei ik dat ze zich met hun eigen zaken moesten bemoeien. Op een gegeven moment hebben we een ontzettend weekend in een weekend ruzie gehad. Nou, dat zei ik tegen Perry ook. Ik zeg, hij gaat eruit. Ik zeg, ik ben er helemaal klaar mee. Hoe was het voor jou? Dat je, dus die periode, je was ontslagen bij je werk. Je ouders wisten ervan, die wilden je ook niet meer in huis hebben. Ja, nee, dat was een hele vervelende periode. Kijk, ik was inderdaad onhandelbaar. En ik wist eigenlijk ook niet meer allemaal natuurlijk wat de oplossing moest zijn. Inderdaad heel boos, omdat ik niet bij het geld kon, maar wel wilde doorgokken. Dus dat was een frustratie. En dat liep inderdaad zo hoog op dat ik op een gegeven moment in april dus eruit ben gezet. Maar dat was wel voorkomen terecht. Dat is best een heftig ding om te doen als ouder. Sterker nog, misschien wel het laatste wat je wil doen als ouder. Nou ja, dat geeft heel goed aan hoe erg je dan op dat moment met elkaar in zit. Dat is echt het allerlaatste wat ik doe. Zelfs ik weet nog dat ik echt zoiets had van, ga alsjeblieft weg. Dan hebben wij rust. Zo erg zit je er dan als ouder zijn in. Maar dan gaat het beginnen toch, bij mij althans, alweer heel snel krijg je toch spijt. En toen was hij weg en toen vonden we een afscheidsbrief op zijn bed. Ja, het was best wel ernstig wat erin stond. En we hadden net de deur uitgestuurd, dus ja, dan weet je het ook weer even niet. Maar daarna vond ik het wel een beetje spannend hoor. Ik had zoiets van, nou, een klein doodlopend straatje. Dan hoor je af en toe een auto. Ik denk nog even, er staat vandaag, of nu of straks, weet je, de politie voor de deur. Dat er dat wat gebeurd is. En de gedachten die wij af en toe hadden en hoe wij erover praten. Toen had ik echt zoiets, er moet nu echt wat gebeuren. Hij moet weg, hij moet naar een kliniek. Je herkende gewoon de mens dan nog niet meer. En nu is dat wel weer gewoon terug. Fijn, hè? Ja, natuurlijk. Maar hij heeft er ook enorm hard voor gewerkt. Daar heb ik zoveel waardering voor. Ik vind het zo knap. Ik zie hoe het gaat en hoe het nu gaat. En wat hij alweer bereikt heeft en hoe hij ermee bezig is. En het blijft hard werken, dat snap ik ook wel. Ja, ik ben ook heel trots op Nando. Dat heb ik altijd ook tegen hem gezegd. Ik,
Ik heb het slechtste met hem meegemaakt en ik ben nu heel trots op hem. Want dat heb ik ook allemaal zelf gedaan. Met een enorme dosis doorzettingsvermogen, gewoon doorgaan. Aan zichzelf werken, ja, daar ben ik trots op. Het gesprek met de ouders van Nando doet wel wat met me. Als ouder wil je je kind natuurlijk het liefste helpen. Maar eigenlijk ben je machteloos. Jij kan niet stoppen voor je kind. Want hoe pijnlijk het ook is, dat moeten ze echt zelf doen. In de volgende aflevering onderzoek ik wat er op dit moment gebeurt qua bewustwording. En vertel ik hoe ik zelf van mijn eigen verslaving afkwam.